Het levenloze lichaam van de 44-jarige onderneemster Ye Xiang Xiang is gisteren door de politie van Latour in haar keuken aangetroffen. De politie kreeg via de centrale meldkamer de melding van een diefstal middels geweldpleging in een pand aan de Koesewijnenstraat. Daar aangekomen werd het lijk van de vrouw met verschillende kapverwondingen op het lichaam aangetroffen. Het slachtoffer woonde op het adres met haar man en drie kinderen. Volgens verklaring van de kinderen van Xiang Xiang troffen zij hun moeder badend in haar bloed aan en schakelden zij de politie in. Het vermoeden bestaat dat de vrouw moet zijn vermoord. Het motief is vooralsnog onbekend. Ook de dader is nog niet achterhaald. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. Inmiddels is er via de procureur-generaal van Suriname opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van de 29-jarige verdachte Sang Kuiao. Hij wordt gezocht in verband met de moord CQ-doodslag van Ye Xiang Xiang in haar woning aan de Koesewijnenstraat nummer 65. Hij zou haar op brute wijze om het leven hebben gebracht.